Wij hebben altijd gezegd dat wij staan voor de gelijke rechten in de oplossing die wij hebben voor zowel moslims als Joodse mensen. In de eenstaatoplossing die wij bepleiten, voorzitter. Dus ik laat mij niet in de schoenen schuiven wat de heer Heertmans hier naar voren werpt. Dat werp ik verre van mij. Maar ik zeg u dat u met denk aan de verkeerde kant staat, want u zorgt voor escalatie. Met uw hele retoriek van net, uw hele betoog is anti-Israël, is anti-Joods, is antisemitisme. Uw spreuk is grof, beledigend, provocerend. Dat is wat denk doet. Voorzitter, hoe zouden de Palestijnen en de Palestijnse gemeenschap in Nederland zich moeten voelen als een pleidooi voor hun gelijkwaardigheid hier in de Tweede Kamer monddood wordt gemaakt? Hoe zouden de Palestijnen in Nederland en in de wereld zichzelf moeten voelen als hier in de Tweede Kamer en ook door het Nederlandse kabinet de oorlogsmisdaden die op dit moment gepleegd worden door de regering van Israël niet eens veroordeeld worden, laat staan benoemd worden, voorzitter. En ik zie dat de heer Eertmans een eenzijdige benadering heeft, met misvattingen komt, en dat is waar het misgaat in dit debat. En wij hebben altijd benadrukt dat wij staan voor de gelijke rechten van iedereen. En ik zou wensen dat de heer Eertmans dat ook zou doen.